sta er ook echt als een kip zonder kop. Wat moet ik? Ik ben aanvoerder, hallo. Ik moet op voetballen, man. Hak toe! Nee! Nee! Hij heeft toch gewonnen, hoor. Yes! Zo hou ik het wel 90 minuten vol. Oké, recht. Here we go. Ja jongens, welkom bij deze video. Heel veel redenen om te blijven kijken. Een van de eerste redenen, het nieuwe shirt. Hier komt hij hoor, tadaa, roze. Dat is wel een shirtje of niet? We hebben natuurlijk al vaak in roze gespeeld en elke keer horen van de fans. Dat vinden we het mooiste. En nu hebben we echt knal roze shirtjes. Wat vind je ervan? Laat weten in de reacties. Een duimpje voor de video, een duimpje voor de shirts. Let's go. We spelen bij Helmond Sport in het Helmond Sportstadion. We spelen tegen XXL Nutrition. En die hebben voor ons alvast heerlijke proteïnerepen neergelegd. En ik weet niet of je het zag stiekem, er staat een beker daar. Robbie, bankzitters. Meer zeg ik niet, blijf kijken. Oh ja, nog een leuk dingetje. Officiële WK-bal. De finale bal is dit. De echte bal voor de finale. Het staat er ook op. Dus dit is de wedstrijdbal. Goedendag, zijn we dan? Lekker weertje, lekker voetballen. Gaan aardig wat... ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in. Gaan aardig wat goals vallen. Dat weet ik wel. Scoren? Oei, daar heb ik niet over nagedacht. Dat is eigenlijk helemaal geen vraag, hè. Het is meer de vraag wanneer. Ik ben nog nooit zo slecht voorbereid voor een wedstrijd. Je ziet het, ik heb niks bij me behalve mezelf. Dat is al heel veel om te dragen. Als het goed is, zijn er genoeg spullen om er wat van te maken. Ik ga mijn best doen, meer kan je niet doen. Dan gaan we hier samen voetballen. Ja, dat is echt lang geleden. Dat is echt lang geleden. En Robby gaat heel veel scoren zijn vandaag. Ja, nou, ik ben eens benieuwd. Ik heb 10 weken niet gevoetbald. Of ik überhaupt nog een bal kan raken. Ja, ik moet zeggen dat het wedstrijdritme zit er niet echt in, zeg maar. Dus we hadden afgesproken net, bij de warming-up gaan we een paar ballen overspelen. En kijken of we überhaupt nog wel kunnen voetballen. En dan wordt het maken of breken. Ja. Van, dan weten we van dit wordt niks of het wordt wel wat. Heb je ook een beetje getraind? Ja. Zware tegenstanders zijn letterlijk. Gebulkt, zie je het niet? Woe! Ik ook, kijk. Hoeveel ga je dan maken vandaag? Toch wel een stuk of 5, denk ik. Een stuk of 5? Ja. We laten even zien hoe het eigenlijk had moeten gaan bij Nederland, toch? Dat gaan we doen. Ja! Lieve mensen, daar zijn we weer. Even een verwachting, jongens. Ja, hij loopt al weg. Dat is hij. Hij rent al weg. Kom hier, ik wil je verwachten. Hij is veel te snel voor mij. Ik hou het allemaal niet bij. En dan komt-ie. 14-2. Voor ons. 14-2, makkie. Dit is in de game, we gaan er eentje vangen. Let op, LP. Oké. Komt-ie. Het. Ah, het is heel ziek, deze man. We zijn er. Hey, wat een verwachtingtje. Dit wordt een moeilijke pot, man. We zijn wel fysiek en zo. Ja. We moeten slim spelen, niet duels, man. Nee, sowieso niet. Jawel, nou, jij wel. Jij kan dat wel. Ik moet dat sowieso niet doen. Het gaat erom dat jullie plezier hebben in wat wij doen. Sowieso. Shout-out aan jullie, man. 100 mensen. Shout-out aan jullie. Je hoort het. Verwachting van de wedstrijd? 2-1 voor Nederland. Oh, nee, dat was... Toch niet. Ik ben sinds mijn laatste film 10 kilo afgevallen van de stress. Zij beuken mij het stadion uit, ben ik bang. Ja, superhelden. Superhelden, ja. Je hoofd. Lachen, man. Wij gebruiken visual effects daarvoor. Ja. En dat kan ik nu niet gebruiken. Maar je ziet er goed uit. Dankjewel. Maar uitslagje? Nou, ik hoop toch wel dat we winnen met een score van 3-1. Nee, ik ga het iets meer. 6-4 wordt het. 6-4, je hoort het, lieve mensen, je hoort het. Voor ons, hè? Ja, sowieso, dat is geen eens misschien. Tjonge, hallo, lieverd. Dag, lieverd. Dag, lieverd. Hey, jongen. Verwachting, want kijk, jij staat niet op de goal, dus dat is zo'n dingetje. Glenn gaat keepen, hè? Glenn gaat keepen, het is echt heel bizar. Leip, hè? Lieve mensen. Het is ongekend. Ja, het is echt ongekend, serieus. Dus dat wordt sowieso de nul. Ben je serieus of niet? Ja, ik ben serieus. De nul bij Glenn. Zie je niet hoe strak dit zegt? Wij gaan vandaag de nul houden. Nee, dat gaat niet gebeuren. Glenn, ik vind je lief, maar je gaat geen nul houden. Hallo mensen, ik ga even een stukje vloggen. Voor mij Jesper Wijs, nummer 8. Dat is zo! Doe ik dagelijks. Nu even één keer in de kroes doen. Linker kroes. Winkelhok. Precies waar ik wilde, in de shop. Zelf halen. Een goaltje of twee moet wel lukken. Welkom allemaal. Zoals je ziet, vandaag de eerste wedstrijd met de knal roze nieuwe tenues. We spelen voor Stichting Wensen Ambulances. Sus. Daar is ook de vader van Stefan bij betrokken en die was ook initiatiefnemer van deze wedstrijd uiteindelijk. Dat is ook een van de redenen dat ik Stefan vanaf die aanvoerder wil zijn. Kijk, joh. Verder ben ik wel echt een goede aanvoerder. Verder ben je prima aanvoerder. Hoppakee. Ja. En we hebben nog iets leuks. Elk jaar hebben we een competitie. Doelpunt van het jaar. Volgens mij was mijn doelpunt veel mooier dan die van Robbie. Maar dames en heren, hij heeft hem gewonnen hoor. Yes! Dat was die solo vanaf
vanaf de middenlijn toen 100 jaar. Vraag hij echt nou van welke goal het was? Vroeg hij echt wel, want er zijn er zoveel nieuwe goals. Ik heb 6-7 binnengelegd die deze prijs verdienen hoor. Wat wel leuk is na lange tijd, Dylan Hagens. Ja, ja. En de boys van Glow Movies ook weer sinds tijd erbij. Jongens van Glow Movies. Ik heb al de opstelling even geschreven. Gastkeeper vandaag, Glenn Helder. Wow. Rechtsachter Roy Akka. Stefan Centraal. Luc Steen links achterin. Ja, ja, ja. Appie Ressalf. Ja, jongens, mit. Hey. Oh, geen. Oh, oeh. Jesper, linkshalf. Voor jou staat Rick. Ja. Dylan in het spits. Ik zou zeggen, geniet ervan lekker. We gaan lekker ballen. Yes, come on. Zijn. Ik sta rechtsback. Kijk even wie mijn tegenstander is. Deze man, let op. Kijk. Staat die buffel daar. Doe is normaal. In die biceps pas ik 12 keer in, lieve mensen. Gaat het niet? Ik heb er zin in, man. Dit is in de game. We moeten gewoon goed voetballen met elkaar. We moeten niet in die wel eens aangaan met die gasten. In ieder geval, hopelijk gaan we winnen. Maar W's in de chat. Shout-out naar jullie. Nou, we staan achter. Ik zit hier verder prima hoor. Dit moet wel een wedstrijd hebben. Ik voel me VIP bij mijn eigen team. Maar voetballend niet best. Oh, ja. Hey. U moet wel de microfoon bij uw mond houden wanneer u een vraag stelt. Oké. Ik denk dat het 4-0 voor Creators FC wordt. Nee. U hoort het. We gaan niet de nul houden met Creators FC vandaag. Nou, hoe het gaat. Oh, ik ga je vertellen dat we bijna aan het doen. Oké. Ja, nou, in principe gaat het goed. Papa gaat ze onderheen voetballen. Vind je dat goed? Ja. Dus hier even als wissel. Ik ga je vertellen. Dit is de beste dugout die ik ooit heb gehad. Zo hou ik het wel 90 minuten vol. Wisselen? Nee, hoeft niet. Het is oké. Krik. Mid. Nummer 10 gepakt gewoon. Gaat wel, hè? Ja, gaat lekker. Echt een Veerman 2.0. Handje in de zak. Kijk, hij weet al waar we van praten. Dan gaat hij ineens hard rennen. Als we het over hem hebben, gaat hij wel doen. Hey, wat vind je van nieuwe shirtjes? Ze zitten heerlijk. En prachtig. Prachtig roze. Echte mannen dragen roze, toch? Daarom dragen wij roze. Hé, hey, nou, we gaan weer even verder lekker kijken. Of pizzaatje bestellen. Doe dat maar. Dan komen we eens even een keertje kijken. En dan zien wij dat het nog niet heel best gaat. Is er eigenlijk een goal gevallen voor ons? Nee, hè? Nog geen doelpunten. Waar zou dat nou aan liggen? Ik zie Joris hier staan. Noah staat ook hier. Snap er helemaal niks van. Maar Luc Steen, voor mij nu al de man of the match. Luc, shout-out naar jou. Kijk, jongens, ik sta tegen iemand die in de derde divisie voetbalt. Ik heb hem echt in mijn broekzak. Heb je hem een paar keer gezien? Echt een eindje. Hij kan helemaal niet snel rennen. Ik geloof dat hij binnen 3 seconden op de 100 km per uur zit ongeveer. Zware pot. Wat een redding van die keeper, man. Boah! Nou, ik heb dus niet meer gesport sinds dat mijn dochter is geboren. Dat is dus 15 maanden. Dat voel ik wel een beetje. Dus ben ik een tomaat? Zeg ze eerlijk, ik ben een tomaat, hè? Voel hem. Dat heb ik als coach. Ik denk dat hij maakt. Ik heb nog nooit in mijn leven spits staan. Dus ik sta er ook echt als een kip zonder kop. Wat moet ik? Moet ik gaan? Moet ik terug blijven? Geen idee. Paak je teentje. Ken je nog die teen van Casillas? Ja, dat was ik. En nu andersom. Ja. Hij is keeper. Als je op het fysiek met hem aangaat, ga je in principe of gelijk of je gaat verliezen. Omstijl op het fysieke. Help elkaar. Ja? Maak een driehoekje. Ga niet achterin je actie maken, maar maak hem bij de 60 meter van de tegenstander. Want het kost alleen maar kracht. En als we achterin voor de bal verliezen, staat ze gelijk bij mij voor mijn deur. Appie? Heerlijk, jongen. Heerlijk. Dus probeer zoveel mogelijk als je bal krijgt. Niet naar de zijkant lopen, maar naar voren. Want als je naar de zijkant loopt, kom je nog meer van die fitte gassen tegen. Naar voren komen ze zo minder tegen. En je ziet, we hebben het gedaan. En kijk wat gevaar is. Komt hij dan? Mensen, abonneer even snel. Ik geef jullie even aan Sebas de Jong. Emilio. Doe even een trickje dan. Kleine trick. Oh.
Oh, hey. Jesper neemt het even van mij over in de spits. Zeker. Zeg maar, als je gewist wil worden, ren ik er weer in. Het is niet dat ik geen conditie heb of zo. Het is, ik heb gewoon... Je bent niet de enigste, Nee, maar ik heb gewoon een goede conditie. Het gaat er gewoon om dat... ik moet gewoon nog even dingen doen. Ik moet nog even werken en zo. Ja, smoesjes. Belangrijke zaken. Stoelen, ja, die kijken jou zeker aan. Nee. Hallo, we zitten even op de... Hoe heet het, deze stoelen? Oh, oh mijn god. Wat de hel? Ik begin net te vloggen, joh. Maar het, dit is dus de sponsor van vandaag. De stoelen zitten heel lekker, hoor. Oh, ik moet toch. Ik ben aanvoerder, hallo. Ik moet toch voetballen, man. Het was altijd voor het goede doel gevoetbald. Vandaag voor Stichting Wensambulances. Je mag doorgeven dat we een goede 4000 euro in ieder geval hebben opgehaald. Nou, ondanks de vakantie. We hebben 4000 euro opgehaald. Een paar jaar geleden ging het over hele andere dingen, nu gaat het over kinderen. Ja. Andere tijden, hè? Andere tijden, ja. We zitten hier daddy talk te doen, ja. Ja, maar je ziet het wel. Kijk, heb je, je bent vader, je gaat wel gelijk upgraden qua bank. Ja, dus toen je nog geen vader was, zat je in de dugout. Ja, nu zijn we op deze manier op de bank zitten. Ja. En, maar je moet er wel samen op zitten dan als dat vaders. Wel, dat... Hoe gaat het verder eigenlijk? Want het is natuurlijk wel de plek om te zitten. Ja, dit is heerlijk. Dit is minder heftig. Minder intensief. Ja, dit is beter, man. Dit voel ik wel. Ik ben alweer een paar stappen verder. Ik kan jullie op een gegeven moment, als ze 16 worden, kan ik jullie bijvoorbeeld advies geven. Doe me alvast. Want ik heb een dochter, hè, dus dat vind ik altijd wel fijn. Wat moeten ze doen? Ja. Hey, deze. Haktu! Nee. Ik zie hem komen. Hoe is nou een vader? Hoe is dat nou eigenlijk? Ja, ik vind het echt superleuk. Ik moet zeggen, heel veel mensen zeggen het is heel zwaar en zo. Ja, daar kan ik wel een beetje in. Maar het is vooral echt heel leuk. Ik geniet echt van ieder moment. Het is, natuurlijk. Ja, we moeten wel zeggen, we moeten wel toegeven dat het wel zwaar kan zijn, ja. Het is een levensveranderd, mensen. Ja, hoe je het bent of verkeerd, ja. Ga je dan minder hard rijden en zo? Minder hard rijden in de auto. Dat hoor je heel vaak. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Nou, als zij erin zit, al helemaal. Ja, dat soort. Ik ga over dat soort dingen wel ineens nadenken, ja. Dat klopt. Ik weet nou wel wat het is om me zorgen te maken. Ja, hè? Ik maak mij hiervoor eigenlijk helemaal geen zorgen, besef ik me nu. Hak toe! Nee! Hoe doen Steve en Sjan het vandaag? Ja, dat zijn natuurlijk de sterspelers. Ik kijk een beetje om me heen, maar ik vind dat Sjan er wel echt uitblinkt. Ik zie hem nu ook even niet. Maar waar staat dat doet hij goed, hè? Of zit hij weer zo? Oh, daar. Hij is helemaal daar. Stefan is een beetje moeig, volgens mij. Komt door gisteren? Ja, hij was in Dortmund. Ja, dan zou je denken van, je moet gewoon voetballen volgende dag, maar daar houdt hij dan geen rekening mee. Joris was in Dortmund, Jasper was in Dortmund, Robby was in Dortmund. Ik vind dat geen excuus, jij? Nee, ik ook niet. Ik bedoel, dit is toch veel belangrijker. Nederland-Engeland of Creators FC? Ja, Creators FC. Geen discussie. Ja. Nu staan ze ook al 2-1 achter, hè? Ik ga ingrijpen, ja? Ja. Hey! Jongens, ik ga. Veel plezier, hè? Het is misschien wel de slimste wissel in de historie van Creators. Lekker hoor. Jammer, Robby. Net over de lat. We gaan even keeperwissel doen zo. Glenn Helder gaat van de goal af. En Marlon, bekend van dit filmpje. En dan let op de dugout. Een bijzondere kopbal. Het is blijkbaar even wennen weer voetballen. Het doel is hoger dan de dugout, dus het gaat helemaal goed komen. Een van de boys van Glow Movies gaat naar de half. Dylan terug in de spits. Emilio er even uit. En dan ga ik zelf ook. En dan ga ik erin als 12 doen. Even kijken. En is dat door? Ik denk het niet. Ja? We hebben goed gedaan. Ja, dat moet altijd één keer gebeuren in de wedstrijd. Ga zit man. Ik kom letterlijk van de andere 16 helemaal hier naartoe. Nou, gelukkig heb ik een lekkere bank. Ik kapot man. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, met mijzelf persoonlijk ging het niet heel goed. Ik heb een beetje gezopen gisteren met Nederlands elftal, maar dat merk ik nu wel. Betenertje! Tweede helft niet gepleit, ik had last van mijn lies. Anders kan ik niet live voor jullie mensen. Ik zat in een enge dilemma, maar in ieder geval, shout-out aan jullie man. Zonder jullie
konden we dit niet doen. Ik zeg je eerlijk, dat was het probleem. Mijn rug is kapot, bro. Ik weet niet wie op mijn rug diep heeft gegooid, bro. Ik weet niet wat is er gebeurd, maar ik denk ik moet naar de chiropractor een beetje alles weer recht maken. Maar komt goed, nog 6 abonneren, sneller. Want toen ik eruit ging, ging het ineens heel goed. Dat zegt genoeg. Maar het was een hele, ik vond het wel een leuke wedstrijd. Jongens, bedankt voor het kijken. Het was een ongelooflijk spannende wedstrijd. Binnenkort de samenvatting, maar wat hebben we genoten. Jullie bedankt. Koen bedankt. Oh nee, die was er niet. Maar ja, we hebben wel genoten. Koen, waar je ook zit, op vakantie. Ik weet zeker dat je deze video kijkt. De groetjes namens het hele team. Geniet van je vakantie. Genoten.